Ik ben vandaag bij Vismania in Alphen en we gaan het vandaag eens hebben met een vislijnenkenner bij uitstek. William heb ik hiervoor kunnen strikken. Dus we gaan vandaag dieper in op gevlochten lijnen. Wat kun je er nou mee? Wat zijn er de voor- en nadelen? Wat voor soorten zijn er? En hoe herken je nou een fantastisch goede gevlochten lijn? William, nou zijn er zoveel verschillende soorten gevlochten lijn. Hoe weet ik nou precies wat een goede lijn is en wat ik nou moet gebruiken? Ja, nou, het is belangrijk dat mensen beseffen dat er gradaties zijn in gevlochten lijnen. Mensen lopen vaak naar de winkel toe, willen een lijn om gaan te rofvissen. En hoe begin ik er dan? Ze weten het niet. Ze staan voor de rek met lijnen, ze zien van alles en nog wat. Er liggen tientallen merken in de winkel. Ze weten het vaak niet. En daar is dan een taak voor de winkelier weggelegd. Nu, om dat goed te doen is het belangrijk om te begrijpen hoe de structuur in elkaar zit en hoe de hiërarchie in elkaar zit van gevlochten lijnen. Gevlochten lijnen destijds zijn begonnen met alleen Dyneema fibers. En in vier breeds dan. Dus vier strengen gevlochten Dyneema. De volgende gradatie die gekomen is, waren 8 breeds in Dyneema. De volgende gradatie was 4 breed polyethyleen, PE-lijnen. En de volgende gradatie is dan 8 breed geworden in polyethyleen. Er zijn een aantal merken die ook 12 breeds uitbrengen, om eigenlijk proberen een lijn zo rond mogelijk te krijgen. Maar dat zit op dit moment nog in prijsklasses die de meeste mensen gewoon, waar ze niet aan toe gaan. Nu, er is een heel groot verschil tussen Dyneema en polyethyleen. En dat moeten mensen gaan beseffen. Dyneema is een materiaal wat best goedkoop is. Maar wat zeker in 4 breed, maar ook nog in 8 breed. Een materiaal is dat vrij broos is. Wat niet zo strak kan gevlochten worden. Wat vrij pluidig is nog. Was destijds goed, maar ondertussen is het veel beter. Het grote nadeel van Dyneema is werpafstand. Niet zo super. Maar vooral dat die lijn na x aantal visuren water gaat opslorpen. En dat komt niet ten goede aan de techniek, dat komt niet ten goede aan je contact met je kunsthuis, nog aan je werpafstand. Ja? Dus dan zijn ze gaan door evolueren, vooral in Japan eigenlijk, zijn ze eigenlijk van Dyneema aan afgeleide gaan maken, wat polyethyleen dan is. Ja? Zijn ze eerst ook op 4 breeds, dus met 4 strengen gaan werken. Dat ging vrij aardig en dan zijn ze doorgeëvolueerd naar 8 strengen. Waarom? Omdat ze wou proberen om een lijn te krijgen die zo weinig mogelijk frictie maakt met de ogen van de hengel. Want des te minder frictie jij krijgt in de ogen van de hengel, des te meer kan jij je werpafstand gaan verhogen. Oké, okay. Nou hoor ik je praten over 4 en 8 strengen. Ja. Maar wat is nou, als ik nou ga kijken naar de sportvisser, wat is mijn voordeel er nou bij? Waarom heb ik bijvoorbeeld een 4 of 8 strengen nodig? Wel, een 8 strengen is technisch beter. Waarom is een 8 strengen technisch beter? Omdat ze met 8 strengen makkelijker een ronde vorm kunnen gaan benaderen dan met 4 strengen. Ja, ideaal zou zijn als ze morgen met 100 strengen zou kunnen vlechten. Dan kan je echt een perfecte ronde lijn gaan bouwen. Nu, ik hoor heel veel conculega's en fabrikanten vandaag zeggen, wij brengen een ronde lijn op de markt. Dat klopt niet. Ook de mijne niet. Mensen die vandaag gaan zeggen, kijk, mijn lijn is rond. Nou, dat is ze niet hoor. Ook die Momoi niet. Ik ben heel tevreden van die lijn. Ik verdeel zelf 6-7 merken. Ik spoel alleen maar deze, omdat ik hier in principe het meest tevreden over ben. Maar als iemand mij nou vraagt, is die lijn perfect rond? Dan moet ik helaas zeggen, nee, die is niet perfect rond. Maar het is wel zo dat om die ronde vorm zo dicht mogelijk te benaderen, dat je heel strak moet gaan vlechten. En daar ligt heel vaak een verschil in de markt. Je hebt fabrikanten die wat losser vlechten. Je hebt die medium vlechten, je hebt die heel strak gaan vlechten. Nu, des te strakker jij gaat vlechten, des te meer productietijd zit er in een lopende meterlijn. Maar des te meer meter streng heb je nodig om al 100 meter product te komen, zeg maar. Omdat je gewoon strakker gaat werken. Nu, des te strakker dat die lijn van jou wordt, ja, des te ronder is die. Des te minder geluid gaat die maken in de ogen van die hengel. Des te meer werpafstand gaat die creëren. Nu, wat mensen wel moeten beseffen, dat is ook belangrijk om te weten, Dyneema, omdat het een vrij zachte vezel is, een vrij grove vezel, zeg maar, neemt heel makkelijk verf op. Ja? Des te gladder jouw vezel wordt, des te moeilijker neemt iets verf op. Als je wil zo'n gladde tafel gaan verven, dat is een heel moeilijk verhaal. Die verf komt er gelijk zo op. Dat is eigenlijk een van de zeldzame nadelen van polyethyleen. Des te hoger je kwaliteit dat je gaat, des te hoger de gladheid van je lijn, des te moeilijker neemt die lijn de verf op. Dus standaard is dat allemaal wel heel leuk en aardig geverfd als ze in de winkel hangen.
Maar ik kan niet ontkennen dat zo'n lijn na x aantal visdagen wel gewoon begint stilaan kleur te verliezen. Daar kom je niet onderuit. En vaak is het zo dat in het hoogste segment de kleur het snelst weggaat. Ondertussen zijn er een aantal merken ook aan het experimenteren met een ander type coating. Maar die lopen er voorlopig nog tegen aan dat hun rekbaarheid van hun coating anders is dan de rekbaarheid van hun PE. En zij lopen er nu nog tegen aan dat die lijn, als die is overstretched geweest is, gaat gedraaid staan. Krijg je ook niet meer recht. Dus ik ben blij dat zij voorlopig nog bij het procedé blijven waar ze vandaag mee werken. Die lijn is voor mij meer dan rond genoeg, maar niet perfect rond. Ja. Oké, en als ik nou de slag maak naar de gewone sportvisser. Ja. Ik ga naar een hengelsportzaak. Ik zie een hele wand vol met allemaal gevlochten lijn. Ja. Hoe kan ik nou bepalen of dat ik een goede lijn heb? Moet ik naar de prijs kijken? Kan ik ergens zien of dat het 4 of 8 strengen is? Ja, kijk, vaak kan je al zien. Hier staat het gewoon op, 8 breed. Zie je? Dus dat kan je gewoon zien. Bij een 4 breed staat het er meestal ook op. Wat Dyneema betreft, het verschil tussen Dyneema en polyethyleen vind je niet. Waarmee bedoel ik? Polyethyleen schrijven ze meestal wel gewoon op de verpakking. Als ze een Dyneema-lijn uitbrengen, gaan ze het er meestal niet opzetten. Omdat dat dan een beetje refereert naar de oude generaties, zeg maar. Maar het blijft voor de mensen met een beperkter budget best nog wel een lijn die nog gewoon gekocht wordt. Hè. Je mag niet vergeten dat vandaag een groot stuk van de vissers, mensen zijn die niet 3 keer per week aan het water staan, die niet willen 25, 28 euro uitgeven aan een lijn. En die soms gewoon blij zijn met het alternatief dat dan kwalitatief een stuk minder is, maar voor sommige mensen wel voldoet. Maar ik denk dat daar ook zeker een taak weggelegd is voor de winkelier. Ik bedoel, de winkelier wordt als eerste verondersteld om het verschil te kennen in de producten die in zijn winkel hangen en om in te schatten wat de klant dan graag wil hebben. Weet je, als jij een klant binnenkrijgt die gewoon zegt, ik wil goed spul, ik wil een zachte lijn, ik wil afstand kunnen halen, ik wil technisch fijn gaan vissen, licht gaan vissen en zo verder, dan kan je daar heel weinig toegevingen gaan doen. Dan moet je ook gewoon in je budget voorzien dat je niet alleen een goede hengel en een goede molen nodig hebt, maar ook een toplijn nodig hebt. Hoe herken je dat dan? Tegenwoordig, overdag, het water wordt helderder, de vis schuift vaak overdag op naar de vaargeul. Je moet wat verder kunnen gaan vissen. Dan is het belangrijk, als je naar die vaargeul gooit, dat jij, als jij contact zoekt met dat kunstas, dat jij die lijn zo ver mogelijk uit de oever terug kan opnemen, om gewoon een recht contact op dat kunstas te hebben. Als jij dan een lijn hebt die water opneemt, is dat een probleem, want je legt een zak onder water. Als jij dan terug contact gaat zoeken, dan ga jij hooguit op de helft van de afstand van je werpafstand die lijn terug uit het water kunnen trekken. Terwijl als jij een lijn hebt, zoals dit, dat echt een behoorlijk drijfvermogen heeft, die kan je gewoon veel verder uit de kant terug gaan opnemen. Dat is gewoon het hele verschil. Nou, dat was de eerste uitleg. Ik ga ervan uit dat jij er nog steeds bij bent, want dit is bliksems interessant natuurlijk, dit verhaal. En nou wil ik natuurlijk wel eens weten hoe het in de praktijk werkt. Als ik naar die hengelsportzaak ga, ik zie een heel rek vol met rolletjes gevlochten lijnen. Welke lijn pak ik nou? En waar baseer ik mijn keuze nou op? Je moet uiteraard op heel veel dingen letten. Nu, één van de dingen is budget. Daar kom je niet aan. Sommige mensen hebben een groot, sommige hebben een klein budget. Dus daar kom je niet aan. Dus dat is eigenlijk een filter al, zeg maar. Maar dan moet je gaan kijken, wat is jouw vistechniek? Wat wil je doen? Kijk, heel veel mensen, tegenwoordig vissen Carolina rig. Carolina rig is mega populair aan het worden. Waar lopen wij nu soms tegenaan met gevlochten lijnen? Daar hebben we nu ook een antwoord op verzonnen. Heel vaak liggen die baarzen, want dat is waar mensen op uit zijn met Carolina rig. Net in de talu, achter de talu, op die kam van die talu. Heel vaak zit die kam van die talu vol met driehoeksmosseltjes. Vaak samengestroomd vuil, noem het op, maar heel vaak driehoeksmossels. En die dingen zijn vlijmscherp. Nu, daar krijgen we heel soms wel eens kritiek op dit soort zachte lijnen, dat die dan gaan raffelen. Dat zijn zeldzame kritieken, maar ze zijn wel terecht. Want, aangezien die veder zo superzacht is, met al zijn voordelen van dien, is één van de nadelen van een superzachte vezel dat die ietsje kwetsbaarder is. Dus je gooit ver, je is stil, al wat je wil. Op driehoeksmosselen kan die wat kwetsbaarder zijn. En dan lees je wel eens op internet, dit soort lijn pluist te snel, of breekt te snel, of wat dan ook. Nou, dat is de oorzaak daarvan. Nu, dat kan je ook oplossen. Ik zie die mensen dan, één Carolina rig vissen op die talu met te zware lood, waardoor je draad ook al te strak in dat talu gaat trekken, in die mossel gaat trekken. Dat is één ding. Dus je kan naar een stuk langer fluorocarbon gaan, van 3 meter, 4 meter. Daar ga ik straks ook even een kleine knoop voor laten zien. Want als je naar dat soort lange onderlijnen gaat, moet je ook natuurlijk een kleine knoop hebben die vlot door de ogen loopt en toch sterk genoeg is. Dat is één ding.
Tweede ding wat je kan doen is door hardere lijnen gaan te gebruiken voor die specifieke visserij. Weet je, als je naar dit soort lijn gaat kijken, dit is een lijn ook van Mamoy, van hetzelfde merk. Aan de basis is dit dezelfde Hyper PE, dit is dezelfde 8 strenge gevlochten polyethyleenlijn, maar deze heeft een heel ander type coating gekregen. Deze heeft een heel erg harde coating gekregen. Je merkt dat ook dat die lijn een stuk stijver is dan dit. Terwijl het aan de basis eigenlijk hetzelfde product is. Nou, dit soort lijn kan beter tegen die mosselen. Maar, dan moet je ook aan de andere kant gaan kijken van, wat is het nadeel dat ik hiermee aan de slag ga? Dit maakt nul geluid in de ogen. Zachte coating, polyethyleen coating. Dit is een hardere coating. Hier krijg je dan weer een klein beetje ooggeluid bij. Dus, ik lees vaak van die topics. Wat is de beste lijn? Nou, ik heb er een heel simpel antwoord op. De beste lijn bestaat niet. Ook niet in mijn assortiment. In niemand zijn assortiment. Je moet jezelf afvragen, wat is mijn visserij? Wat wil ik er gaan mee doen? Wil ik zwaar gaan vissen, licht gaan vissen? Wil ik gaan baarten, snoekbaarten, snoeken? Een hoop vragen in je hoofd afgaan. Om dan eigenlijk jouw antwoord gaan te filteren van, dat zou voor mij de meest ideale lijn kunnen zijn. En de winkelier hoort daar ook een gids in te zijn in dat soort oplossingen bedenken. Maar kijk, dit is bijvoorbeeld de oplossing voor mensen die vissen op water waar veel obstakels zitten. Nu, ik ben zelf vandaag dealer van 6-7 merken gevlochten lijnen. Nou, al mijn hengels staan hiermee opgespoeld. Ik heb lijnen die 3 keer duurder zijn dan dit, waar ik niet tevreden van ben. Dit is super glad, dit gooit super ver. Oké, dat verliest gezapig zijn kleur. Maar het is vooral voor jezelf heel erg belangrijk, als je voor die rek staat, dat je bedenkt van, wat is nou mijn visserij? Ik ga je een voorbeeld geven. Pelagisch vissen wordt tegenwoordig erg populair. Nou, pelagisch vissen, die jongens met hun mooie panoptics, die alles kunnen zien, half water, die gaan meestal met een 60 grams hengel vissen, 50, 60, 70 grams. Een dikke bol, een vis zoeken, half water, en ze gaan die droppen op die vis, zo snel mogelijk. Om snel kunnen te droppen, hebben zij uiteraard bepaald gewicht nodig. Nu, waar ik onlangs met een klant tegen aangelopen ben, die zei, jongen, die Mamoy, dat is toch zo slecht? Ik zeg, leg uit, wat is jouw probleem? Hij zegt, ik sla elke keer kapot in mijn aanbeet. Maar als je dan gaat doorvragen bij die mensen, dan merk je dat ze met een 60 grammer vissen, met daar 800ste PE-lijn op, met een onderlijn van 400ste. Heel die structuur is totaal uitvoerig, dat klopt niet. En dat moet echt de winkelier aan de klanten gaan bijbrengen. Want die klant die gaat er nou uit van, ik heb een slechte lijn gekocht, terwijl die eigenlijk in plaats van een 800ste, had die winkelier doorgevraagd van, wat is jouw tak van visserij, had die mensen 1400ste moeten meekrijgen hebben. En dan had hij er niet doorgeklopt. En wij zien ook hoeveel lijnen er aangeboden worden vandaag in de markt. En zo, des te groter het assortiment wordt, des te groter gaat de winkelier moeten meegaan in dat verhaal, om te weten wat hij eigenlijk verkoopt, om te luisteren naar die klant, en om aan de hand van die klant zijn verhaal, de voor die klant meest ideale lijn kunnen gaan aan te bieden. Nou ja, en dat is ook natuurlijk wel de meerwaarde van de hengelsportwinkelier ten opzichte van het online bestellen natuurlijk. Want je kunt in overleg met die hengelsportwinkelier, kun je bepalen wat voor jou de Absoluut. Beste keuze is. Absoluut, dat is het ook. Maar daarom is het ook zo belangrijk. Kijk, wij zien ook wat er aan het gebeuren is. Internetverkoop wordt alsmaar belangrijker. Maar op internet kan je helemaal niks gaan voelen. Hè? Ik bedoel, je ziet het allemaal wel, je kan het wel bestellen, soms een paar euro's goedkoper zelfs. Maar het advies is er niet. En winkeliers moeten dat ook beseffen, dat klanten naar hun gang toe komen om advies, om informatie. En klanten zijn best bereid om daar 3 of 4 euro meer voor te betalen, als ze heel de uitleg erachter krijgen. Als hun wordt uitgelegd hoe zij een knoopje moeten maken, hoe zij met langere onderlijnen gaan kunnen vissen, met polyethyleenlijn, met fluorocarbon ervoor, met een knoop die wel door de ogen gaat, zonder dat die kapot gaat, zonder dat die ongelooflijk veel geluid maakt. Dat moet naar de toekomst alsmaar meer de meerwaarde worden van fysiek naar een winkel te lopen. Er is één ding wat mij wel duidelijk is geworden in dit gesprek, is dat een goede winkelier zoeken met kennis van zaken wel essentieel is in dit verhaal. Het is dus niet zomaar een kwestie van, joh, koop gewoon een gevlochten lijntje en daar gaan we mee aan de slag. Het is echt wel een studie en daar heb je wel echt iemand voor nodig die weet waar die over praat. Nou heeft William het al even genoemd, hij heeft een speciale knoop en die wil ik natuurlijk wel eens zien. En als ik hem zie, krijg jij hem ook te zien. Dus we gaan eens kijken wat dat nou voor prachtig knoopje is waar William het net over had. Ja, nou kijk, ik zie de meest uiteenlopende knopen circuleren. Vaak heel erg moeilijk, in de winter niet uit te voeren, zeker niet met koude handen. Ik hou het heel erg simpel. Ik werk altijd met 2 schuivende knopen.
Ik kan het er daar straks al over, dat probleem in die talus met die driehoeksmosselen kan oplossen door naar langere fluorocarbon te gaan, die dan veel schuurbestendiger is dan je gevlochten lijn aan zich. Maar dan moet je natuurlijk, als je zo lang gaat, naar 3, 4, 5 meter fluorocarbon, moet je wel een knoop hebben die zonder al te veel problemen door die ogen van die hengel gaat als je gaat uitwerpen. Zonder dat je die knoop gaat kapotschuren in de ogen of zonder dat die een hoop kabaal gaat maken. Dus voor mij is het simpel, ik gebruik maar één type knoop. Ik breek erg weinig op de knoop en ik gebruik alleen maar twee schuivende knopen. Nu, wat er wel ook belangrijk is om te weten, is dat een diameter van je PE-lijn, dat die ook wel min of meer in balans is met de diameter dat je eigenlijk wil gaan gebruiken als onderlijn. Ik zie heel soms mensen die een 800ste PE-lijn, en dan willen ze een 400ste fluorocarbon aanknopen. Ik vind dat in mijn ogen gaat dat niet. Het moet allemaal een beetje in balans zijn. Nu, wat zijn nou de juiste marges? Ja, kijk, dat is heel moeilijk om daar echt theoretisch een tabel op te plakken, zeg maar. Als ik nou naar heel dun ga, ik bedoel 600ste, 800ste, 1000ste, dan ga ik in die diameter zal ik nooit hoger gaan dan een 2600ste, zeg maar. Ga je daarboven, ga je naar een 12, 14, 16, 18, dan is het voor mij het maximaal wat daar dan knoopbaar is, een 3300ste. Weet je, en al de rest wat daarboven is voor mij dan zeebaarsvisserij of snoekvisserij. En dan ga je uiteraard ook nog naar dikkere PE-lijnen. Als die balans niet juist is, dan kom je op een bepaald moment op een punt dat jouw polyethyleenlijn te dun is tegenover jouw fluorocarbon. En als je dan eens komt vast te zitten, dan gaat die heel scherpe PE-lijn, die gaat jouw knoop van je fluorocarbon doorsnijden. En dat willen we dus vermijden. Maar als je nou mijn knoop wilt kennen, het zijn eigenlijk simpelweg twee schuivende knoopjes. Dus wat je doet, je legt gewoon je lijn, je twee uiteinden, ongeveer 20 centimeter over elkaar. Dan maak je in één van die lijnen, aan de polyethyleenkant, maak je een lus. Je houdt die draad tussen duim en wijsvinger. En je gaat dan hier gewoon met twee handen je polyethyleenlijn om die twee draden wikkelen. Nou, ik vind aan de kant van de PE, vind ik het toch belangrijk om 8 of 9 wikkelingen te maken. Nu, als je die nou gaat aantrekken, is het absoluut niet noodzakelijk aan de PE-kant om die lijn nat te maken. Zie je, maar dan heb je echt een minuscuul klein knoopje. Hè? Ja, dan ga je gewoon naar de andere kant. Kom je aan de fluorocarbon kant uit, een beetje ruimte maken. Zo. Doen we hetzelfde. Dit is ons korte stuk, onze fluorocarbon. Dus daar gaan we nu een lus in leggen. Doen we dit. En we houden het hier weer tussen duim en wijsvinger vast. Dan gaan we weer met de fluorocarbon rond de twee lagen draaien. Nu, aan de kant van de fluorocarbon heb je in principe altijd genoeg met 5 of 6 wikkelingen. Nu, dit is belangrijk dat je hem nat maakt. Dus gewoon even erover. En dan hem lichtjes aantrekken. Hij staat nu nog open. Wat doe je nou? Zet je duim erachter en je trekt hem aan. Dan heb je de kleinste knoop. Nu is de bedoeling, even kijken, langs die kant, dat die twee knopen naar elkaar toe getrokken worden. Ja, nu daar is het ook wel belangrijk dat het hele eind nat gemaakt wordt. Want fluorocarbon die je over die PE gaat trekken en je maakt hem niet nat, die ga je verbranden. En die verliest daardoor een heel groot stuk van zijn weerstand. Dus nu hebben we dit. Eigenlijk zijn die twee schuivende knopen nu naar elkaar toe getrokken. Je ziet dat dit echt klein is. Dit heeft absoluut geen hinder in de hengelogen. Dus nu ga je gewoon de uiteinden afknippen. Nu, fluorocarbon, dit dan, krijg je eigenlijk met elk schaartje wel afgeknipt. Ja. Polyethyleen daarentegen, omdat het zo'n ongelooflijk gladde vezel is een ander verhaal. Ik zie mensen met alle soorten nagelknippers en toestanden en dan blijft het tik. Dan krijg je plaats aan een draad die helemaal uitgeraffeld is. Dan moet je gewoon even investeren, eenmalig, in een schaartje dat wel gewoon goed polyethyleen knipt. Zie je, dat is gewoon heel makkelijk aan je vistas te hangen. Kort bekje, ga je goed mee richten. Kijk, ik heb nou nog een stukje over. Nou, dit schaart is zo scherp dat ik ook gewoon, kijk, dat stukje nog gewoon kan wegknippen. Zie je? En dan kom je eigenlijk tot een knoop die heel klein is, waardoor je met lange onderlijnen kan vissen, die niet gaat haperen in je ogen, die niet rond je topoog gaat slagen en die gewoon echt wel sterk is. Dit is een knoop die in principe ongeveer 80% behoudt van de trekkracht van de totale lijn. Tot zover het ontzettend interessante verhaal van William. En dan kun je toch wel zien dat er, ja,
verschil is tussen kennis en kennis. Wat ik jou alleen maar kan adviseren is, als je echt goed advies wil, stap gewoon die hengelsportzakers binnen. Want daar zijn die jongens die het echt weten. Ik ben vandaag bij Vismania in Alf van der Rijn. Daar is het materiaal aanwezig en de kennis en kunde. Maar het kan best zijn dat er bij jou in de buurt ook een hengelsportzaak is die goed genoeg is. Mocht je nou eens in de buurt van Alphen zijn, schroom dan niet om naar binnen te gaan. Mijn job zit er weer op voor vandaag. Ik ben weer heel wat wijzer geworden in het circus. En wij zien elkaar vast alweer ergens, of aan de keukentafel, of aan de waterkant. Tot ziens.